Ik ben Jerry Huisman en ik ben archeoloog bij ProRail. Ja, ProRail die voert natuurlijk bouwprojecten uit. En bij elk bouwproject moet je kijken naar archeologie. Op dit moment staan we op station Breda. En bij Breda zijn we dus bezig met de bouw van een OV-terminal, zoals ze dat noemen. En voorafgaand hebben we natuurlijk archeologisch onderzoek gedaan. Dus heb ik dat samen met de stadsarcheoloog van Breda uitgevoerd. Aan de noordzijde zijn we klaar. Daar wordt nu gebouwd. En nu gaan we aan de zuidzijde verder. Gaan we ook weer proefsleuven graven, noemen we dat. En dat doen we om de oude vesting van Breda op te sporen. Waarvan we het vermoeden hebben dat die daar heeft gelegen. Op de noordzijde hebben we de restanten aangetroffen van een laan die onder het station heeft doorgelopen. Wat we daar hebben gevonden zijn greppels die langs de laan lopen. En een van die greppels hebben we ook een reispistool gevonden. Het is een pistool die is van eind 19e eeuw, dus ligt al bijna 200 jaar in de bodem. En die ziet er gewoon nog uit als een pistool. En we hebben daar ook röntgenonderzoek op laten uitvoeren. En dan kunnen we precies zien wat voor pistool het is. Het is eigenlijk een heel klein pistool, een reispistool. En ja, die koppeling tussen reizen en ProRail, dat is natuurlijk een hele mooie koppeling.